DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. De vierde thuiswedstrijd in deze competitie van de derde divisie met al die jong BVO's. Maar vandaag hebben we gelukkig weer een echte club. Een echte club. Ja, absoluut. Prachtige club ook natuurlijk. Wat dat betreft mooie historie. En die hebben wij ook. Dus het is in ieder geval een interessant duel. Zeker een interessant duel. DVS heeft diverse van uitgevochten afgelopen seizoenen. Vorig seizoen speelden ze uit tegen Harkemaanse Boys. En ik hoop dat je die wedstrijd nog eens een keer hebt teruggezien. Nou, in die zin teruggezien dat de goede dingen moet je eruit halen natuurlijk. Maar ik ben er ook veel op gewezen hoe het daar ging. Maar goed, nieuw seizoen, nieuwe omstandigheden wat dat betreft thuis. Maar in mijn ogen moet natuurlijk het resultaat hetzelfde zijn dan met een winnend DVS. Toen was het echt super combinerend DVS wat er eigenlijk doorheen sneed. Dat combinatievermogen is in mijn ogen ietsje afgenomen. In jouw ogen ook of niet? Nou ja, ik kan alleen voor dit seizoen praten natuurlijk. Het combinatievermogen is er nog steeds. Alleen we maken sneller de beslissing om voor de diepte te kiezen. Het gaat uiteindelijk om het rendement. En in het verleden was het misschien zo dat het balbezit spelen dat een tot kunst verheven werd. Ja, mij gaat er alleen maar om het rendement en dat je wedstrijden uiteindelijk wint. Mede door goed voetbal, maar dan moet je er wel even verzorgd spelen, ja. En wedstrijden win je ook op karakter met de W op je voorhoofd, de W van winnen. En dat zal tegen deze ploeg, die mentaal altijd gehard is, Harkemaanse Boys, nodig zijn, Bert. Ja, het zit in hun DNA om te willen winnen en om alles te geven. En ik moet zeggen dat onze groep daar ook steeds beter mee omgaat wat dat betreft. Je ziet de groep daar naartoe groeien van wat voor vragen op het moment dat het niet loopt. Ze hebben laten zien dat ze kunnen strijden. Dus in die zin, als ze dat weten te combineren met goed voetbal, dan zijn we op de goede weg. Goed gevoel, Bert? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Okay. Veel succes, jongen. Dankjewel. Scheidsrechter Van der Pol die blaast op zijn fluitje. Eerste helft van DVS 33, Harkemaanse Boys. En gelijk een ingooi voor Harkemaanse Boys. Bijmers weer bijna weet hij daar Mennega te bereiken. Ja, diepe bal op Hooiveld. Nee, dat is niet Hooiveld. Ezra Schrijver. Dat zag er gevaarlijk uit. Maar afgevlacht vanwege buitenspel. Nu misschien ruimte. Mooie diepe bal. Van Warven. Kan hem net niet goed genoeg aannemen. Zag er veelbelovend uit. Prima aanval. Goede counter DVS. DVS daar lastig onderuit kan voetballen. Maar hier ruimte. Nou, ze maken vanzelf foutje. De mooie bal van Mike Arends. Op Geukan Yastar. Beetje naar de buitenkant gedreven. Maar kan hij een actie gaan maken. De bal in de voeten van Daniel van Warven. Maurice de Ruiter. Kan Benjamin Romeon helaas niets met die bal. Maar... Hooiveld, prachtig aangenomen, mooi weggedraaid. Ja, dat is een gevaarlijk jongetje. Ja, dit kan hij dus. Dat weet iedereen. Hij krijgt zomaar vrije doorgang. Jan Hooiveld, prachtig doelpunt. Vreselijk mooi. Aan de andere kant van het veld, Geukan Yastar. Aanname. Geukan Yastar neemt wel heel veel tijd. Geeft de bal aan Maurice de Ruiter, Mike Arends. Schot op de goal, recht in de handen van de keeper Erik Jansma. Kamara. Arends. De Vries. Weer een diepe bal op Benjamin Romeon, die weer zeer veel meters aflegt. Je zou kunnen zeggen de enige DVS'er met een voldoende. Ja, nu misschien. Nee. Basile Kamara. Mike Arends. Aanname goed. Actie maken. En naar binnen toe. Wordt daar goed het strafschopgebied uitgedreven. Maar houdt wel balbezit. Roald de Vries. Achterin is Keukan Yastar. Keukan Yastar kan die bal overkoppen. Was nog een redelijk moeilijke bal. Maar eindelijk weer eens een kans of mogelijkheid voor DVS. Balbezit DVS. Kuy van Dijk. Niels Buitenhuis, Koen Vloedgraven, kijkt, verplaatst de bal. Het spel naar de andere kant. Van Zanten, Vloedgraven. Komt hij in het strafschopgebied. Maar via de voet van Benjamin Romeon
naar de tegenstander. Nog steeds balbezit. DVS drukt. Robert de Vries. Kai van Dijk. Niels Buitenhuis. Bijna daar Roemion bereikt. Kai Velda. Koppend. Maar ook Van der Kaap. Kai Velda. Goed doorgaand nu. Te druistig, te druistig. Hij had nog gelegenheid om langer door te gaan. Kom Vloedgraven. Mee naar voren. Joran van Zanten. Goeie bal op Benjamin Roemion. Moet die voorzet komen. Wie loopt daar tegenaan? Wie loopt daar tegenaan? Niemand. Lange bal op Benjamin Roemion. Kan die daarbij? Oh, gaat door op de keeper. Keeper er net iets eerder bij. Goed daar, Koen Vloedgraven. Dat ziet Daniel van Warven goed. Oh, net langs de goal van keeper Jansema. Kai Velda, Kai Velda. Goede beweging. Daniel van Warven. Van Warven, nee. Nee, weer weggewerkt de bal. De Harkemaarse boys, verdediging. Goede balbehandeling, Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter, Maurice de Ruiter. Wat een knal. Wat een heerlijke voetbalactie. Goed meeverdedigd. Goed meegedaan, Daniel Joran van Zanten. Nu misschien Daniel. Nee, net niet. Net niet. Via een voetje van een Harkemaarse boys verdediger kreeg hij de bal toch nog redelijk mee. En nu Roald. Strakke voorzet. Wie daar, wie daar? Maurice. Maurice, nu, nu. Nee, nog niet. Het is niet te geloven, het is niet te geloven. Nu, Maurice de Ruiter. Heel veel ruimte. Harkemaarse boys kan het bijna niet meer belopen. Koen Vloedgraven. Strakke paas. Maurice de Ruiter. Maurice, nee, weer niet. Koen Vloedgraven. Toch een prima partij speelt. Met heel veel energie. Kamara, Koen, Niels Buitenhuis. Goed gezien, Hollard, Niels Buitenhuis. Koen Vloedgraven. Nee, ook deze voorzet komt niet aan. Koen Vloedgraven, Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter op avontuur. Maurice de Ruiter, 16 meter binnen. Gaat twee man voorbij. Wat gaat hij doen? Oh, jongens. Prachtige actie daarvan. Maar deze aanval is nog niet klaar. Niels Buitenhuis. Bal opnieuw de 16 meter binnen. Prachtige actie, maar niet afgerond. En daar gaat het toch om. Kai Velda. Achterin. Daniel van Warven laat die bal vallen voor Benjamin Roemion. Benjamin Roemion. Ja, schot. Geblokt. Joran van Zanten. Het is bijna niet meer te bepraten dit. Hoekschop. Basiel de lucht in. Koen Vloedgraven kan die bal oppakken. Dit is een bal die voor de keeper is. Mag door. Dit mag door. Komt hij dan? Op van de doellijn afgehaald. Het is ongelofelijk dit. Nog een keer. Prijs schieten daar. Maar hij moet er een keer in. Roald Vries, lange bal. Daniel van Warven of Benjamin Roemion? Benjamin Roemion, Daniel van Warven. Daniel van Warven scoort opnieuw niet. Bal weer van de doellijn gehaald voor de derde keer. Dennis Hollard. Roald de Vries. Bal richting Daniel van Warven. Wil die bal klaarleggen voor Maurice de Ruiter. Jordi van Zelm. Jordi van Zelm. Gaat schieten. Oeh, prachtig. En het gaat... Oh, hij... Als hij er dan niet in wil. Prachtig schot. Ook goede redding daar van die keeper. Mort nog wat na met zijn tegenstander. Maurice de Ruiter. Benjamin Roemion geeft de bal aan Daniel van Warven. Slap schotje. Dat was een kans. Terwijl hier de officiële speeltijd erop zit. En kijken wat erbij gaat komen voor DVS. Niels Buitenhuis. Daniel van Warven. Goeie bal hoor.
Keurig, Niels Buitenhuis. 16 meter binnen. Wie gaat hem schieten? Wie gaat schieten? Maurits de Ruiter, ongelooflijk. Schiet de bal naast. Paul Epping. Doorkopjes van Niels Buitenhuis op Jordi van Zelm. Maurits de Ruiter. Maurits de Ruiter. Voorzet. Achterin is Basile Camara. Achterin is Daniel van Warven. Die moet hem er doorheen schieten. Die moet hem door het net heen schieten. Nee! Hij schiet hem naast. Ongelooflijk dit. Ongelooflijk dit. Maurits de Ruiter geeft die bal mee aan Niels Buitenhuis. Niels Buitenhuis. Maurits de Ruiter. Kai Velda gaat schieten. Die schiet over de goal. Koen Vloedgraven. Koen Vloedgraven. Dat is een voordeel, geeft de scheidsrechter. Maurits de Ruiter. Dennis Hollard. Dennis Hollard. Benjamin Roemion. Schot! Keeper gestrekt naar de hoek. Op het schot van Kai Velda. Paul Epping. Hiernaar fluit de scheidsrechter deze knotsgekke tweede helft af. En kruipt Harkema's boys hier door het oog van de naald. En wint hier met 0-1. Volledig onverdiend op basis van de tweede helft van DVS Ermelo. DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO, Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.